Hallo dames en heren, leuk dat je weer kijkt naar deze goed nieuwe vlog van ons twee. We hebben vanmorgen heerlijk en het is zo ontzettend lekker als je wakker wordt en je bent nog slaperig, dat je lekker onder een koude douche gaat stappen. En ik vind het meestal is lekker is warm dan lekker koud. Ik heb vanmorgen volgens mij nog ineens warm gedoucht. Ik heb echt puur alles, zeep, koud, alles koud afgedroogd of wat dan ook. Ja, maar als je eerst warm gaat douchen en dan daarna koud, dan gaat je huidkorn dicht. Ja. Goed. Nou, oké. Nou ja, in ieder geval, we hebben ontzettend ook lekker geslapen. Mijn slik is gelukkig nog even een dagje lekker bij mij. Na mijn verjaardag. En vandaag gaat ze wel naar huis. Want morgen moet ze uit gewoon weer werken. Ja. Oh, die spinnenwebben, joh. Echt. In je tont, hè? Ja, dat heb je nou met dit weer. Ja, deze ook. Maar goed, ik heb mijn buideltas hier ook om. Zoals jullie zien. Van Knolpower. Is ook allemaal te kopen op knolpower.nl. En we zijn nu ook onderweg naar de Action. Want, eerst naar de bank. Oh ja, eerst even naar de bank. Kijken of het er geld erop staat. Anders kan je niet naar de Action. Nee. Maar goed, ik moet ook even wat boodschapjes halen. Want mijn koelkast is ook weer leeg. En daarna gaan we even kijken. Als het geld erop staat, gaan we even naar de Action. Gaan we even konijnenvoer halen. Konijnenvoer halen. Helemaal niks meer. Want nog eventjes. Dan gaat deze dame gaat op vakantie. Ja. Die gaat lekker met de kids lekker weg. De eerste week ga ik naar Zeeland. Ja. En de tweede week ga ik naar de camping, naar Limburg. Oké. Okay. Ik hoop dat ik dan volgende week mail krijg. Ja. Gewoon even afwachten. Want als het goed is krijg ik dan volgende week de foutjes. Oké. Okay. Om binnen te komen bij Limburg. Oh, je gaat dus richting lekker Limburg. Ja. Ja, ik moet nog even wachten. Ja, ik heb dit jaar de kittens genomen. En ja, we zouden eigenlijk even in Spanje zitten vandaag. We zouden officieel vandaag terugvliegen. En maar het is een of het ander. Of de katten, of op vakantie. Maar goed, dat gaan we pas in maart doen. In maart ga ik lekker naar Oostenrijk. Nou, ik zou zeggen, veel plezier met kijken naar deze video. Zodat het hoort, is het 12 uur. Alarmsirene gaat af. Oh, heerlijk. Heerlijk. Het is wel irritant vanuit in je oren. Ja. Oh ja, ik haal ook wel eens een broodje. Dit is echt een lekkere zaak. Dat is super lekker. Ik zou een keer lekker een broodje gaan halen. Vooral die triple meat. Een irritant geluid. Echt hè? Zo. Ja, het is maar beter zo. Dat is gewoon een waarschuwing signaal. Test. Oh, kijk, leuke sokjes. Sokjes, je hebt nog geen zombietje op, hè? Ja, weet ik. Gisteren was ik jarig. Daar is jouw bina dus. Ja. Kijk jongen, echt deze ook. Lekker kaasje. Maar ik zou zelf niet met die sokken. Oh, kijk. McDonald's. Ik zou zelf niet met die sokken lopen. Nee? Nee. Wat voor maat is het? Allemaal leuke sokken. Huh? Wat kost het eigenlijk? 3,95. Oh, we hebben één paar. Ja, maar weet je, dit is mijn te dun voor mijn werk. Yes. Nou, Angelique gaat even kijken. Ik ga ook even naar binnen. Ik ga ook even wat halen. Over 7. En dan
Ja, ik heb mijn portemonnee wel mee, maar ik denk niet dat ik hem nodig heb. Dus. En vanavond de Eurojackpot weer, hè? Het is vandaag oh nee, dat is morgen. Nou, ik ga even naar binnen. Ja, we zijn weer thuis. Mijn vriendin die komt zo meteen ook. Misschien in beeld. Want we hebben dingetjes gehaald. We moesten even kijken bij de bank. Maar daar zijn we even geweest. Toen gingen we even naar de Action. Gingen we de konijnen voeren halen. Dat zit onderin. Dat laat ik jullie zo meteen allemaal zien. Toen zijn wij naar de Plus geweest. Daar hebben we een aantal boodschapjes gehaald. En ja. Hé, schatje? Ja, morgen naar de zee. Ja, dat kan. Opgelucht. Ik was het kwijt. Ja. Hallo. Dus. Zwits had op mijn kop. Ja, mij ook. En ga nou mij afvegen. Oh, oeps, sorry. Nou ja, zeg. Oké. Okay. Laat jij de boodschappen zien? In die tas? Want we beginnen eerst met de Plus boodschappen. Ja, ja. Oh, lekker eitjes. Oh, ja. Voor zometeen. Gaan we even lekker eitjes eten. Melk. En multifruit. Is wel lekker. Ja. En niet vergeten. Ja. Patatjes. Ja. Dat was ook weer op. Kijk. Maar ik moet zeggen, boodschappen doen met een klein budget is gewoon niet leuk meer. Ja, alles wordt duurder. Chocomel. Ja. Ja, dat is ook altijd wel handig. Ja, nog een keer chocomel. Doe je goed. Duimpjes omhoog, hè? 163 abonnees. Dank jullie wel. Ik ben super blij mee. Ja. Echt, ja. Vaart! Ik moet even hier wat over zeggen. Kijk, de echte slagroom, ja, dat vind ik gewoon het lekkerst. Ja, dan kun je gewoon zo hier spuiten en dan likken maar. Ja, maar hier tussen. Nee, dat doen we niet. Ja. Nou. Het staat een beetje raar op YouTube. Ja, dat is waar. Loop dan niet achter mij. Nou, verder deze. Dat was een plus. Toen. Ja. Nou, doen we het andersom. We waren eerst eigenlijk naar de Action geweest. Want, ja. Angelique die had konijnenvoer nodig. Maar die zijn ook 30 cent omhoog gegaan. Ja, normaal waren ze €1. Ja, maar goed. Maakt niet uit. Ik haal ze niet bij de Action. Want als ik bij de andere dierenzaak haal, dan ben je er eigenlijk aan. Ja, maar goed. Je hebt er nu. En deze zijn de kleine gewoon gewend. Ja, maar ze gewend op zijn. En daar hebben we 3 van gehaald. Nou, 3 stuks. Toen zijn we naar... Dikker. Ja, naar de Dekamarkt gegaan. Maar we zijn daar alleen iets vergeten te laten zien, maar dat hebben we nog. Bedankt. Oh ja, we hadden ook nog 2 van die koffie. IJskoffie. Ja, ijskoffie. Oh, maar dat is toch zo lekker. Ik had karamel, wat had jij? Ik had macchiato. Oeh, dat is ook lekker. Maar ik vind karamel het lekkerste. Ja, en je hebt ook nog hazelnoot. Die hazelnoot is ook wel lekker. Ja. Die waren in de aanbieding. En toen zijn we naar de Deken gegaan. En toen zijn we naar de Dekenmarkt gegaan. De bruine bollen. Drie. Daar hebben we de 3 van gehaald. We gaan er 2 van in de vriezer. Ja. Dit is een pizza. Dat is 3 stuks voor 3,49 dacht ik. Ik weet niet precies. Want bij de Plus waren ze 1 pizza voor 3 euro zoveel. Nou, ik denk, nou dat ga ik niet doen. Dat is gewoon veel te duur. Vind ik dan tenminste, want dit is dan goedkoper. Dus dat gaan we, dat is onze avondeten. En ik zelf
liep langs de andere dingen. Ja, batterijen. Ja, die waren op. Ik had van die hele dunne batterijen nodig. Dus ik denk 1,89. Die neem ik mee. En voor de rest. Maar gewoon uit de verpakking, joh. Hoi, schatje. Nou, dan heb ik hier ook nog. Dan heb ik hier nog. Nee. Dus. Ja, voor de rest ga ik zo meteen even lekker een bak koffie drinken. Wil je ook wat? Geen koffie, nou, geen thee. Wil je een kusje dan? Altijd. Ja, ik hou van deze dame. Ja. Weet je wat nou zo leuk is? Dat blijf ik eigenlijk herhalen. Ik ben blij dat ik het terug heb. Gaan we weer. Oh, echt. Ja, ik blijf het herhalen. Ja, ik val af en toe leuk in de herhaling. Maar dit is wel even leuk. We kwamen elkaar voor het eerst tegen op de schoolplein. Nou, nee. Toch? Nee, jij kwam in de klas. Oh ja, ik kwam op school ja, voor het eerst. En ik werd er helemaal gek van. Ik zat naast Maaike. En dat is mijn hartsvriendin. Ja. En ik zei een paar keer tegen mij, ik zei van, kijk, wat een knappe jongen. Ja. En toen iemand in de zandbak. Ja, en toen ging ik wat in het zand schrijven van, wil je verkeren of zo. Ja. We zagen gewoon elkaar, dus ja. Nee. Ik was niet bij het les in ieder geval. Nee, ik ook niet. Ik in principe eigenlijk ook niet. Ja. Maar ik zei, mijn vriendin zei ook een paar keer van, tegen mij van, blijf nou bij het les. Ja, is goed. Ga ik even volgen. En dan zal ik me niet uit kijken. Ja. Ja, dat doe je als je verliefd bent, hè. Ja. Maar goed. Ik wens jullie nog veel plezier met verder kijken naar deze video. Ik ga even koffie zetten en ik ga misschien even wat drinken voor jou inschenken als je ergens trek in hebt. Multivitamine. Multivitamine? Nee, daar word je sterk van. Oké. Ja, van spinazie word je ook sterk. Maar goed, ik zie jullie later. Of wij zien jullie later. Doei doei! Nou, we zitten weer in de auto. We gaan mijn vriendin even wegbrengen. Ja, de zon schijnt een beetje. Een beetje heel erg. Oh, kijk. Nou, hebben we een leuk weekend gehad? Zeker. Jawel, hè? Hallo. Leuke verjaardag gevierd. Nou, mijn vriendin is tot maandag gebleven. Ja. Ja, ik ben zondag gekomen. Ja, zondag. Ja. Oh ja, ja. Zij is zondag gekomen tot maandag. Is ze toch op mijn verjaardag geweest. Vond ik heel erg lief. En ja. Het is een tijd van komen en het is een tijd van gaan. Maar helaas. Maar goed. Het duurt niet lang meer trouwens. Maar dat zien jullie allemaal in een andere vlog. Nou, we gaan er even lekker wegbrengen. Lekker zal het niet, want dan is het weer zo stil in huis. Maar goed, wint ook wel weer. Maar goed. Nou, ik zou zeggen, tot later. Nou, we zijn bijna bij het station. Jammer genoeg. Eigenlijk had ik er vast willen binden met duct tape. Gewoon aan de stoel. Maar ja, kan ik haar ook niet aan doen. We moeten nog een paar minuutjes wachten en dan komt haar trein. En dan is het weer een beetje stil in huis, een paar dagen. Ja. Want over een paar dagen komt ze weer. En daarna, dat weekend daarna, ga ik naar haar toe. Gezellig. En dan gaan we even kijken naar die Kemal. Want de Kemal is daar sinds vrijdag geopend. 29 juli. Ja, wist ik ook niet van tevoren. Wist jij dat, Angelique? Wat? Nou, dat die Kemal daar geopend ging worden. Huh? Ja, hier mag je niet. Oh, hier mag je wel staan, toch? Ja. Oh.
auto lopen. Nee. Nou. Maar hoe komen we dan weer eruit? Nou, gewoon hier keren. Dus, nou kijk, wij komen hier als een Delft station. En dan wachten we even op de trein. Ik zou zeggen, wens ik Angelique een hele fijne reis. Angelique, ik wens jou een hele fijne reis. Gaat lukken. Ja? Laat me maar weten als je thuis bent, ja? Nou, doei doei. Tot later. Nou, zullen we het zien. Zeker in de trein. Nee, ja. Ik kan hem niet missen. Ik wil bij hem blijven. Ja. Het is niet anders. Ik heb mijn konijntjes. En ik heb mijn werk. Dus. Sves, ik hou echt heel veel van jou. I love you. Ik kan wel 10 keer, ik kan wel 1000 keer zeggen. Maar ik meen het echt. Best schat. Nou, en toen was het bedtijd. De katten die zijn ook nog bij mij, heerlijk. Om samen de vlog af te sluiten. Kijk, die ene ligt aan. Die andere is ergens daar achter een spinnetje aan of achter een vlieg. Dus ik heb weer vandaag een hoop dingen beleefd. Ik heb samen met mijn vriendin even lekker naar de Action geweest, even naar de Plus. Nog naar de dekenmarkt. En overdag hebben we eigenlijk weinig gedaan. Ja, toen was het avond en toen moesten we weer terug naar huis. Maar goed, ze komt vrijdag weer. Want zaterdag begint Wilds of voor mij op de katjes passen. Nou, vind ik heel erg lief. Dankjewel daarvoor. Nou, ik zou zeggen veel plezier met kijken. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken naar deze video. Ondertussen gaat deze kat ergens achteraan. Maar goed. Bedankt voor het kijken. En voordat ik het vergeet. Dank jullie wel voor het abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat support mij dan ook weer. En dan, daar ben ik gewoon ontzettend blij mee. Ik probeer het ook. Dus, nou, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Vergeet zeker niet het belletje aan te klikken. Dan blijf je op de hoogte van mijn video's. En dan zou ik zeggen, tot morgen of tot zondag weer bij een gloednieuwe video. Want morgen moet ik weer helaas werken, want dan is het 2 augustus. En dan ga ik weer lekker postlopen. Dus dan zien jullie weer bij een werkvlog. Nou, bedankt. Tot ziens.